Iets wat ik... Neemt je wel op? Oh ja, neemt wel op. Voor af en toe om wat af te wisselen vind ik wel lekker. Maar niet om dagelijks echt helemaal weg te drinken iedere keer, zeg maar. Maar groente, ja, dat kan ik wel steeds laten zien. Maar ik vind dat een beetje te basic. Gaat mij meer, zeg maar, om de andere producten waarvan je echt denkt van, oh, is dat nieuw? Dan heb ik twee toetjes. Deze Issei Skyr in gebakken appel. Keukens? Landen. Culinaire dingen. Nee, je snapt wat ik bedoel. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Fit Edit video. Vandaag, zoals je aan de titel wel kunt zien, heb ik een boodschappenshoplog voor je. En ik heb nu weer echt dingen waarvan ik zeg, oké. Want eigenlijk kan ik iedere week wel een video opnemen hierover. Maar nu heb ik echt weer dingen waarvan ik zeg, ja, dit is leuk om te laten zien. Het is wisselvallig, het is afwisselend, het geeft je nieuwe inspiratie. Dus ja, ik haal gewoon heel vaak dezelfde dingen. En ja, dus ik maak een beetje dezelfde gerechten en recepten. Dus daar heb ik dan dezelfde ingrediënten voor nodig. En soms dan denk ik, oké, het is zo hetzelfde. Hier ga ik geen eens een video voor opnemen. Want wie heeft er nou zin om elke keer dezelfde video's te kijken? Ik weet dat ik daar geen zin in heb. Dus jullie ongetwijfeld ook niet. Dus ik zeg, laten we gewoon lekker beginnen. En we beginnen met iets heel leuks, namelijk mijn theecollectie. Sinds het weer kouder is buiten, sinds het weer echt gewoon bibberend fris is en dat je gewoon het liefst gewoon lekker veel binnen wil zijn, ben ik ook veel meer thee aan het drinken. Nou, ik weet niet of je mijn Fit Talks ook een beetje hebt gevolgd, maar daarin geef ik ook aan dat ik geen thee meer drink, geen koffie meer drink. Dus ik ben helemaal overgestapt op thee en dat drink ik nu echt, nou, de hele dag door eigenlijk. Ik begin 's ochtends en nou, ik denk dat ik eigenlijk wel aan 5-6 koppen per dag kom, makkelijk. Dus ik heb nu ook een hele nieuwe theecollectie, want ik probeer van alles uit. En mijn favoriete merk is toch wel Clipper. En daar heb ik verschillende varianten van. Deze lemon, jasmine, groene thee heb ik net gekocht. Deze is ook nieuw, staat erop. Ik vond hem erg lekker. Redelijk neutraal, smaakt een beetje als een gewone groene thee, maar met een klein beetje een hint van de jasmine en lemon. Dan heb ik deze slaapthee. Dit is echt mijn ultimate favorite. Deze vind ik echt ontzettend fijn. Hier slaap ik echt op als een roos, wat echt heel erg chill is. Dus die. En dan heb ik er nog eentje waar ik niet heel enthousiast over ben. Hij is heel sterk, namelijk deze lemon ginger thee. En deze wordt ook helemaal een beetje geel, heel sterk geel van kleur. Echt een beetje ook deze kleur van de verpakking. En ik vind hem iets te aromatisch, naar mijn mening. Dus die drink ik niet zo vaak. En dan heb ik nog mijn Pukka thee in turmeric active. Dus ja, die is op zich... Voor af en toe om wat af te wisselen vind ik hem wel lekker. Maar niet om dagelijks echt helemaal weg te drinken iedere keer, zeg maar. Daarvoor zou ik eerder gewoon die groene thee drinken. Dus dat is mijn theecollectie. Dan zou ik nu gelijk weer overgaan naar alle koelingsproducten. Zodat dat weer de koelkast in kan. Allereerst heb ik een bepaal. Ja, ik heb dit regelmatig in mijn koelkast liggen. Soms dan wil je gewoon wat anders dan een salade, of dan een broodje, of dan een afbakbolletje, of een wrap. En dan is het bepaald genoeg lekker. Ik weet het, dit is niet, het heeft niet echt die stempel van super gezond, maar het is gewoon lekker om mee af te wisselen. En ja, ik vind het lekker. Nu ik vooral heel veel weer thuis werk, is het natuurlijk ook gewoon fijn om af en toe wat anders te eten. En je hebt natuurlijk ook die mogelijkheden, omdat je gewoon... toegang heeft tot je complete koelkast en je complete voorraadkast, wat heel chill is. Dus een bepauwtje gaat ze nu en dan wel in. Ik eet nooit kippenpauws, eigenlijk alleen maar de rund, dus voor de afwisseling. Dan heb ik natuurlijk mijn avocado's. De eetrijpe avocado's heb ik altijd van Albert Heijn. Dan heb ik nou, een beetje de standaard groenten die ik altijd heb. Een courgette, paprika's. Hier heb ik nog... champignons. Dat zijn allemaal een beetje de dingen die ik vaak ook niet laat zien. Omdat ik denk, ja, groente en fruit. Nou, fruit eet ik sowieso niet, dat weten jullie. Hou er niet van. Maar groente, ja, dat kan ik wel steeds laten zien. Maar ik vind dat een beetje te basic. Het gaat mij meer, zeg maar, om de andere producten waarvan je echt denkt van... oh, is dat nieuw? Of oh, wat leuk. Die ga ik een keer proberen. En dat heb ik met groente niet echt. Dan heb ik deze tortelloni met ricotta en spinazie. Dat was toevallig laatst in de aanbieding. Dus toen dacht ik, nou, ik probeer het eens. Dit is gevulde pasta, dus ik ben heel erg benieuwd. En dit is gewoon vers, dus dacht, laat ik het een keer proberen. Daarbij heb ik deze ricotta en spinazie saus gekocht. Ik denk dat matcht lekker mooi. Dus die ga ik een keertje klaarmaken. Ik dacht echt, ik verbaas me eigenlijk over, want dit is dus verse pasta.
Maar dan zou je dus denken dat het ook heel kort houdbaar is. Maar dat is dus niet waar. Dit kan je gewoon echt tot het eind van het jaar goed houden. Tot de kerst. Wat echt bizar is. Maar ja, weet je, het zal wel. Ik ben benieuwd of het lekker is. Dan heb ik deze vegetarische Toscaanse carré. Ik vind sowieso de Garden Gourmet heel erg goed. En de spinazie kaas rondo vind ik ook heel erg lekker. Ja, als je daarin snijdt, dan denk je gewoon echt, oh, heerlijk. Het is echt heel voedzaam ook. Het vult goed. Nou, er zit ook best wel wat calorieën natuurlijk. Maar voor de afwisseling met gewoon vlees vind ik dit perfect. Dan heb ik, nou, kalkoenfilet. Standaard, altijd in huis. Dat doe ik vaak op de afbakbroodjes, zeg maar, die ik ochtends dan eet. Dan heb ik hier een schaal runder gehakt voor de pasta die ik ga meal preppen. Als je lawaai op de achtergrond hoort trouwens, dan zijn mensen hier buiten allemaal die bosjes en zo aan het kortwieken. Dus dat is wat je hoort. Excuse me als het overlast geeft. Maar ik ga dus pasta maken, dus dan neem ik gewoon runder gehakt. Normaal keek ik echt heel erg naar de voedingswaarde en wat het beste is, maar nu kijk ik gewoon mager runder gehakt. Prima. Je kan ook eventueel, als je echt op de voedingswaarde wil letten, extra mager runner gehakt nemen of runner tataar. En als ze die alleen in de schijfjes hebben, kun je die ook altijd gewoon fijn malen. En dan heb je alsnog gewoon het gehakt. Maar voor nu dus gewoon deze. Dan heb ik twee toetjes. Deze Issei Skyr in gebakken appel. En mijn favoriet. Deze Fage yoghurt. Die ik al regelmatig heb laten zien in mijn vlogs natuurlijk. Hier zit 0% vet in. En het is gewoon heel erg voedzaam en gewoon lekker voor tussendoor. Of 's avonds voordat ik ga slapen. Om mijn spieren goed te laten herstellen. Dus dit is een topper. Ik ben ook blij zeg maar, met de grote verpakking. Dat is gewoon heel erg fijn. Want je kunt gewoon steeds wat uitscheppen. En het heeft natuurlijk minder verpakkingsmateriaal. En als je het vergelijkt met deze. Nou ja, weet je. Hier kunnen echt 3-4 potjes uit. Dus betere optie. Ook qua voedingswaarde trouwens. Dan heb ik deze mild curry paste van Patax. Deze wou ik een keer proberen omdat ik had, volgens mij heb ik dat wel verteld toen ik naar de toko ging. Dat ik die currypakketjes had gehaald en dat het heel scherp bleek. Dus hij, nou, hier staat dus op maar één pepertje. Dus toen dacht ik, nou dan probeer ik een keer zoiets als ik weer curry ga maken. Maar voor nu is het, heb ik er geen zin in, dus het staat gewoon in mijn koelkast. Helemaal dicht, dus het is natuurlijk ook heel lang houdbaar. Dan heb ik deze Oyster Garlic Woksaus. Ook heel erg lekker, mijn favoriet. En als ik dan een keer niet weet wat ik moet maken, haal ik even een zak wokgroenten. Eet ik dat met rijst en wat woksaus. Ben je klaar. Dan heb ik mijn afwakbroodjes. Nou, ik heb het net al eventjes genoemd. Afwakbroodjes, iets wat ik... Neemt hij wel op? Oh ja, neemt ze op. Afwakbroodjes is iets wat ik iedere ochtend eigenlijk wel eet. En ze gaan er natuurlijk ook dan heel snel doorheen. Ik heb nu gekozen voor deze bio robuust volkoren broodjes. Zo zien ze er een beetje uit. Vind ik gewoon heel lekker. Ik snij ze dan open, leg ik ze op de grill. En dan beleg ik ze vaak met kipfilet, kalkoenfilet, plakje kaas, avocado. Maar net waar ik zin in heb. En daarmee begin ik altijd de dag. Dus dat vind ik nu heel erg lekker. Dat is echt nu mijn ding. Dan heb ik, om daarmee af te wisselen, heb ik deze triangles gehaald. Meer granen met pitten. Ook heel erg lekker. Het is gewoon allerlei variaties, zodat ik een beetje, ja, de ene keer dat kan eten, de andere keer dat. Dan heb ik, om een beetje in de broodjes te blijven, deze mini naans gehaald. Ook van Patax. En dit is gewoon echt voor een lunch of zo met avocado erop of een ei of iets anders erbij. Lijkt me gewoon heel erg lekker. En eigenlijk kwam ik op het idee hiervoor omdat ik kijk nu heel veel Masterchef en zo. En daarin hebben ze ook heel vaak van dat soort dingen die ze moeten maken van verschillende soorten keukens. Landen. Culinaire dingen. Nee, snap wat ik bedoel. En toen denk ik, moesten ze naans maken. Toen dacht ik, oh ja, naambrood. Heel lang niet meer gehad. Dus toen dacht ik, oké, neem het weer een keertje mee. Dan heb ik mijn tussendoortjes. Ik probeer een beetje af te stappen van die Nature Valley. Omdat ik ze soms wel heel zoet vind. Er zit natuurlijk ook gewoon heel veel suiker in. Dus ik kan er een beetje op letten. Hier zit ook suiker in, maar wel wat minder dan die Nature Valley repen. Als ik me niet vergis, 3,4 gram suiker. Deze vind ik ook heel voedzaam. Het zijn de Goed Bezig repen van Bolletje. Dit zijn de havermoutrepen, stevige havermoutrepen. En dit zijn de Waldkorn krokante graanrepen. En ik vind het gewoon heel neutraal, lekker tussendoortje. Die je net eventjes die energieboost geeft om de ochtend door te komen of de middag. En
minder suiker, dus waar ik dus tegenwoordig gewoon meer op let. Ja, andere snacks die ik laatst heb ontdekt zijn natuurlijk al geopend, maar ik wou ze in ieder geval wel laten zien. Deze Cookie Cat koekjes, deze vielen een beetje tegen. Ik zag ze toevallig bij de Albert Heijn en toen dacht ik, lijkt me wel lekker. Maar als je ze eet, het is niet heel speciaal. Ze zijn een beetje, ze proeven alsof je het zelf hebt gemaakt, maar dan minder smaak of zo. Ik weet niet, ik kan het niet goed uitleggen, maar het is niet dat ik zeg van wow, vet lekker, maar het is wel een heel neutraal tussendoortje. Dus als je ja, zin krijgt in zoiets, of als je het een keer leuk lijkt om zoiets te proberen, moet je het gewoon een keer testen. Want misschien vind jij het wel helemaal fantastisch. Maar voor mij viel deze een beetje tegen, ook qua prijs-kwaliteitsverhouding, zeg maar. Dan, wat ik ook heel vaak snack, zijn ongezouten nootjes. Ik heb hier toevallig cashewnootjes. Heel erg lekker. Ik heb standaard walnoten en zo'n huis. En van die mix bakjes met nootjes. Allemaal ongezouten natuurlijk. En toevallig heb ik deze cashewnootjes. Ik had deze laatst gegeten en ze proefde zo, ik weet niet, heel luchtig en licht of zo. Terwijl ik eigenlijk van een cashewnoot gewend was dat het wat zwaarder en wat meer body had of zo. Maar dat heeft deze dus niet. Nou ja, het zal. Cashewnoten. Kun je trouwens ook lekker over rijstgerechten en zo doen. Is ook lekker. Dan heb ik deze volkoren fusilli. Hiermee ga ik mijn pasta maken. En dit vind ik echt de lekkerste. Volkoren in deze vorm, zeg maar, vind ik echt top. Ja, wat kan je hierover zeggen? Het is gewoon pasta. Ik kies tegenwoordig wel meer voor volkoren varianten. Omdat ik daardoor echt sneller verzadigd raak. En ja, het is ook gewoon beter voor mijn digestion. Dan heb ik nog deze Waza crackers. Nou, dit is ook echt een van mijn favoriete tussendoortjes. Ook heel neutraal en ja, gewoon lekker om op te snacken. En soms doe ik hier brie op of soms dip ik het in de hummus of in de pindakaas of wat dan ook. Als je even niet weet wat je moet snacken, eet je zoiets. Nou, en dat was het eigenlijk wel. Ik heb je alles weer laten zien wat ik heb gekocht en wat dingen die ik al had, maar die het wel de moeite waard waren om te laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je inspiratie hebt kunnen halen. En ja, ik hoop dat als je nu binnenkort naar de winkel gaat, dat je deze video herinnert en dat je denkt, oh ja, dat ga ik een keer proberen of ga ik een keer meenemen. Ik hoop in ieder geval dat ik je heb kunnen inspireren. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Addicts video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!